Dit is toch het einde, jongens. Goedemorgen. Het is zaterdag en ik zit lekker met Olivia in de draagzak. En we gaan dus maandag op vakantie. En ik dacht, het is wel leuk om eventjes te laten zien, denk ik, wat ik allemaal in ga pakken. Dus ik dacht, ik pak de camera even erbij. We hebben van die kratjes van de Plus. En dat leek me wel handig om daar de spulletjes in te doen. Dus ik ga eerst Olivia's spullen inpakken. De commode is net te laag om mijn hoofd te zien. Dus dat is wel een beetje jammer. Oké, ik heb jullie nu op het bedje gezet. Is dat stevig genoeg? Ja. Even bedenken hoeveel luiers ik mee moet nemen. Maar aan de andere kant denk ik dan, ja... Weet je, in België, we gaan dus naar België. In België worden ook baby's geboren. Dus daar kun je ook altijd nog luiers bij kopen. Maar het is wel fijn als je gewoon op voorraad alles bij je hebt. Nu zit ik een beetje te twijfelen hoeveel luiers zou ze per dag hebben. Ik denk 6, 7. Voor 7 luiers per dag ga ik vandaag. En ik denk dat ik gewoon... volgende maatje al meenemen, want ze heeft een beetje grote billen gekregen de laatste tijd. Hey, dit zijn 40 luiers. Ik kan gewoon zo'n pak meenemen natuurlijk. Dat is best wel handig. Dus die doe ik in. 40 luiers, nou, dat is wel genoeg toch? En ik heb er nog een paar in de luiertas zitten. Doekjes neem ik ook gewoon een heel pak mee. En dan ga ik even beginnen met het allerleukste gedeelte. En dat is haar zwempak. Ik heb dus een zwempak gekocht. Echt zo schattig. Want het zit daar aan zee. Dus je moet een UV-werend pakje hebben. Zwempakje hebben. Dus kijk dit dan. Hoe schattig is dit? Kijk, dus het is helemaal lange mouw en lange been. Of bijna lange been. En dan nog zo'n petje erbij. Zou die passen? Nog een beetje groot. Maar het is maat... Welke maat was het nou? Want ik had het wel op de goede gekocht, zal ik maar zeggen. Niet het kleinste maatje. Ja, het is wel het kleinste maatje. Er staat geen maat in. Maar dit past er wel hoor. Oh, dit gaat zo leuk zijn. Jullie gaan het wel zien, denk ik, op de vlog. Ik denk wel dat ik de vakantie ga vloggen. Sowieso ga ik het vloggen. Haar eerste vakantie. Ja, dit petje. Die flap eraan. Ik vind het helemaal leuk. Ja, die pak ik in. En ze had ook nog een... Deze had ze ook gekregen. Oh, die passen nog niet, maar die passen echt wel hoor. Kijk dit. Een zwembroekje. Zit het kaartje nog aan. Ja, ik ga eventjes inpakken en dan... Teenage girl! Hi, mom, leuke mensen! Me. Oh nee, ik ben al een mom. Ik ben al een mom. Hi leuke mensen, leuk dat jullie kijken naar deze video. Het is de eerste vakantie van onze kleine meid Olivia. We zijn op dit moment in Centerparks, De Haan, in België. Dat ligt dicht bij Brugge en ook dicht bij de zee. Dus dat leek ons een geschikte... We hebben ook al kippen gezien. We hebben kippen gezien en ja, varkens. Dat is wel grappig, want ze heet De Haan. Oh, dat zijn kippen. Ja. Laten we beginnen. Hij draaide nog niet. Olivia is nog eventjes... alles is nieuw hier weer. Dus ze snapt helemaal niks van. Dus ze moet een beetje wennen. Hier is ons huisje. En ik ga lekker... naar het zwembad. En dat moet helaas in mijn eentje. Want ja, Olivia ligt al lekker op bed. En Nicky die blijft dan thuis. Ik dacht ja... We kunnen allebei thuis blijven. We gingen dan een boekje lezen. Maar ik zeg, ik heb eigenlijk heel veel zin om te... Oeh, al het zand stuift op hier. Ik zeg, ik heb eigenlijk heel veel zin om te zwemmen. Zeg ik, nou, ga je toch lekker zwemmen? Je hoeft er niet allebei thuis te zitten. Dus nou ga ik in mijn eentje zwemmen. Dat is natuurlijk wel veel minder leuk dan met Nicky erbij. Maar ja, ik dacht, oh, dat kun je het best doen inderdaad. Dus ik ga even het zwembad checken hier. Oh. Even lekker baantjes zwemmen. Een beetje bewegen. Dat is ook goed voor mijn... zwangerschapslichaam. En dan...
ja, hij staat 9 uur open. Zwembad is tot 9 uur open. Olivia ligt lekker te slapen in haar bedje. Ze ligt hier dus in een ander bedje, op een andere kamer, want het bedje kun je niet verplaatsen. Dus ik ben benieuwd hoe de nacht gaat zijn. Maar ze is in ieder geval goed in slaap gekomen. Ze heeft natuurlijk super veel prikkels, doordat we, ja, dat ze ergens anders is nu. Dus ze zal wel lekker slapen. Maar het kan ook averechts werken natuurlijk, dat ze dan de hele tijd nachtmerrietjes krijgt. Dus ik ben benieuwd hoe die vakantie gaat zijn. Maar ik heb heel veel zin in deze vakantie. We zijn eerst, het is nu maandag, we zijn midweek. En woensdag komen mijn ouders, eind van de middag denk ik, tot en met vrijdag. Dus dan kunnen Nikki en ik ook een avondje uit eten. Want dan blijven mijn ouders bij Olivia. Waarschijnlijk woensdag doen we dat. En dan kunnen we de rest van de week met z'n vieren. Dus het is wel super gezellig. Maar goed, ik ga nu mijn camera wegdoen, maar dan zijn jullie weer helemaal up-to-date. En dan ga ik lekker zwemmen. Voor de camera doet ze dan wel op. Welkom vloggers. Nee, want, we zijn net deze zwemmen. Daar heb ik ook wat beelden van. Dat heb je al gezien. Dat was echt super leuk. Olivia vond het wel een beetje koud. Hoe mooi is het als ik nou dadelijk de camera in één keer val of zo? Ik roep wel als er iets achter je staat. Ja. En nu zijn we onderweg naar het strand. Dat is 3 kwartier lopen, dus we gaan wel een eindje lopen. Maar we gaan eens even kijken of het wat is. Pas op, er staat een paaltje. Komt goed. En wat wil ik nou vertellen? Rustig aan, joh. Ja, we gaan naar... Moeten we hier oversteken? Naar het strand? Nee. En Olivia ligt lekker te slapen in de wagen. En dan als we daar aankomen kunnen we waarschijnlijk weer voeden. En zo delen we het lekker op de dag met de voedingen. Dan doen we steeds even chillen en dan voeden. Dan gaan we even heen. Wat was de eerste dag? De eerste dag was relaxed. We hebben niet zo heel veel gedaan gisteren, toch? Ik heb al wel gevlogd dat ik ging zwemmen in mijn eentje. Heb je dat ook het zwemmen nog gevlogd? Ja, niet in het zwembad, maar wel voor en daarna. Nou ja, leuk. Ja, en vanochtend dus weer zwemmen, maar dan met Olivia en Nikki. Dat was ook echt leuk. En oh ja. Olivia had net ook echt de allergrootste lach ever. Die hebben we nog niet gezien, want ze zag Nikki en ze werd zo blij van Nikki. Ja. Dus ik ben een beetje jaloers. Was ik nog nooit eerder voorgekomen. Dat mensen zo blij werden van mij. Niet zo. Nee, het was wel helemaal die echte tandvlees smile kreeg die. Ja, zo'n kuukje den lachje. Ja. Nou ja, dat is even de update en we nemen jullie mee naar het strand. Dankjewel. Kijk hoe mooi het strand is. Oh, ik heb... Ja, staat er lekker op het zonder. Ja. Daar is het parasolletje met een kleedje, want we zijn de handdoek opgegeven, super slim. Maar het strand, daar is een beetje lullig, dit strand, want we mogen er niet op. Verboden toegang voor onbevoegde staten. En dan ligt die grote buis van hier tot Rusland. Ja, zitten we dan? Zitten. Eigenlijk moet ik niet praten, want dan hoort ze mij en dat slaat ze niet. Nee. Dus ik ga zo praten. Dit is... Dit is de domme moeder van Olivia. Hallo. Ik ben Tia. Nou gaan we wat eten. Wat gaan we eten dan? Puuus. Sissi. Nee, nou. Nee, we gaan eten bij... Nee, hou even normaal. Hè. Misschien willen mensen echt wel weten. We gaan eten bij de rotonde. En dan gaan we daarna rechtsaf. Dat is links. Ja, oké. Okay. Ja, dat was hem weer voor vandaag. Dit is een leuk shot. Nou, lijkt het net dat ik in mijn naki over het strand was. Ja, voor de view. En dan Tim nog is. Had ik hier een shirt aan, ja of nee? Per ongeluk op naakstrand terechtgekomen. Ja. Had ik hier een kopje aan? Ja. Ik heb hem, zal maar zeggen, omgerold, zodat ik geen lijnen krijg. Hi, we hebben net gegeten, maar niet echt. 3 happen en Olivia was niet stil te krijgen. Ze zegt, ja leuk, maar we zijn vandaag al naar...
naar het zwembad geweest, naar de zee. En dan willen jullie ook nog uit eten met mij. Hell no. Denk ik niet. Dus, dat was... We gaan uit eten, Olivia. Tot de 18e. Dus we gaan... Nicky zegt dat hij nooit meer uit eten gaat met Olivia. Tot haar 18e. Nee, dus we hebben een goodie bag met het eten. En nou gaan we lekker terug naar het huisje lopen. Ga ik Olivia weer voeden en naar bed brengen. En dan kunnen we lekker eten. Want het was wel heel lekker eten wat we hadden. Dus dat eten we gewoon in het huisje op. En we hebben nu een leukere route terug. Kijk, want Nicky loopt nou even achter de wagen. Offroad. Ja, dat is zo fijn aan die wagen van ons. Als je nog zo'n kinderwagen zoekt. Ik kan deze kinderwagen echt aanraden. Ik zal een linkje naar de kinderwagen in de beschrijving zetten. Want ja, dit is echt de beste kinderwagen die er is. Ja, dat vind ik echt. Hij is ook... Ook als je in het zand loopt, toch? In ieder geval. Toch? Ja, in ieder geval als je in het zand loopt. Nee, maar sowieso een driewieler is... Ja, ik film jou niet, schat. Oké, ik zal je nu filmen. Het kost bijna geen moeite. Dat gaat super makkelijk dan. Hij stelt zich aan. Oké, over en uit. Goedemorgen. Het is alweer de volgende dag van onze vakantie. Woensdag. Vandaag komen mijn ouders. En Flynn komen ook gezellig op bezoek. Oh, komen je ouders ook? Dat wist hij wel, jongens. Ja, we zitten aan het ontbijt. We hebben net een heel groot rondje gelopen over het park, zodat Olivia in slaap is gevallen in de wagen. En nu zitten we lekker te ontbijten. Ja. Ik met een chocoladebroodje. Marco Mattiato en met een sinaasappeltje. Ander broodje. Een ciabatta. Toch? Ciabatta. Wil je eigenlijk wel erop? Eigenlijk niet, hè? 5 euro. En Nicky heeft chocomel. Oh nee. 6 ml. CC ml. Wel de enige echte dan. Ja. Stik ik Frans. Mm-hmm. Ja, dus we gaan vandaag weer een leuke dag tegemoet. Ja, Mattia die... Vond de afwasmachine vies. Dus ze had even wat dref erin gedaan. Maar nu ligt het ook hier. Ja. Heb jij daar wat op te zeggen? Nou, is hij wel mooi schoon, hopelijk. Want dat is een smerig ding. En de vloer hier ook schoon. Maar de vraag is, ga ik hem aanzetten of uit laten staan? Misschien even een beetje uitdoen en dan aanzetten. Dus de sok eruit halen. Oké. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the... Weet je wat dat ergste is? Zit er een eentje op de bank? Oh, ik ben echt heel content met mezelf. Nou, we weten nu wat de oorzaak is. Gisteren was iets van de koolspullen van Mattia, die waren vies geworden. Ja, daar ga ik later meer over vertellen. Dat waren deze. Nou, wat had ik gedaan? Ik had dus een hele schaal met dreft. Hier, zo gevuld, een half fles dreft. En dan die spullen dus erin laten weken, een nachtje. Nou, wat heeft deze slimme moeder gedaan? Die heeft de hele bak leeg gegooid in de vaatwasser. Naar de halve bak. Naar de halve bak. Nou, dat is dus eigenlijk een kwart fles dreft. Nou, en dan is het resultaat hier zo, dit. En dit is nadat hij hem eigenlijk al snel heeft gestopt. Ja, dus dat is eigenlijk hoe het verhaal is gegaan van het vaatwascenterparks avontuur. Ja, door Mathieu. Koolhout van Soest. Ik denk dat ze blij zijn met mij dat ze zo'n schoon vaatwasser krijgen na ons bezoek. Ja, wie weet. En een... Kava. Ja. Dankjewel, lekker. Zie je het verschil, hè? Dat is alcoholist. En de ene iemand zit daar. Ze zijn cafeïneverslaafde. Koffielist. De ene heeft alcoholverslaving en de andere cafeïneverslaving. Dus je kunt niet allemaal mensen. Ik heb geen alcoholverslaving. Nee, dat dan maar. Het is 3 over 12. Ja, het is over 12 inderdaad. Ja, Australië is het ook over 12. Hè? Ja, precies. Het is altijd wel ergens over 12. Hè? Proost. Oké, wie wordt er allemaal moe van zijn vrouw? Ik.
Nou, waar zijn we? Ja, we zijn nu in de favoriete badplaats van Mathia. Ja, samen met Hoekman. Ja, Mathia was zeer tevreden over de kleur van de luchtbedjes en de parasols. Want de luchtbedjes zijn lichtblauw, turquoise. Lichtbedjes, sorry. En de parasols, parasol, die zijn wit. Ja, en dat vond ze een mooie combi. Het lijkt heel bruin, ja. Als je daar ligt de zonne. Ja, jij lijkt, als ik nu een filter eroverheen zet, ook vrij bruin. Nou, en zo ziet het eruit. En Mathia wil graag zo'n huisje hebben. Ja. Huisje? Ja, nee. Huis. Die, maar wel die en niet deze. Ah, wel de tweede. Ja, precies. Ja. Dus we moeten heel veel views hebben op deze vlog. Dat zou fijn zijn. Ja. En Olivia die vindt het ook superleuk. Die heeft alleen maar geslapen. Dus dat is goed. Ik weet nu al de reacties op deze vlog. Nicky moet vaker vloggen. Als die huis zouden hebben, zou ik niet meer naar huis gaan. Weet je, dit is denk ik wel 4 keer zo groot als een huis. Ja. Maar dan kun je ook gewoon zeggen, ja jongens, gisteren helemaal niks heb gevlogd? Eergisteren ook bijna niet. En eergisteren ook bijna niet? Nou, ik heb niet meer gevlogd vanaf dat mijn ouders kwamen. Dus ja, dan Flynn ook erbij gekregen. Dus we hebben handen vol aan 2 baby's. Nou, 2 kinderen. Staat je netjes. We zijn nu aan het opruimen, want we gaan. Dus nadat laatste vaat was de bakel. Er is eigenlijk niks meer gefilmd. Nee, klopt. Nee, nou is dat het hoogtepunt geweest van de vlog? Ja, wat er daarna gebeurd is, is we hebben veel gesprongen en opa even de beetje gourmet, optrappen. Dus ja. Ja, en poepluis verschoond. Ja, dus, dat is een beetje dagelijks kost. De eerste 2 dagen waren de leukste. Hallo, ik heb weer eindelijk zelf mijn camera vast. Zonder commentaar van deze. We zijn in, voor de mensen die deze kerk kennen, mogen even gokken waar we zijn. Dan ga ik het nu vertellen. We zijn in Brugge. We hebben binnenkort een bruiloft van Laura en Marcel. En Hopteacher Laura. Hopteacher Laura en ook Hopteacher Marcel. En Nicky moet nog een pak. Ik heb al wel een jurk, maar Nicky moet nog een pak. Dus oh, daar wil ik even heen, naar de Sarah Kids. Dus we gaan even wat shoppen en... Dat past ik helemaal niet. Nee, dat is voor Olivia. Die hoeft geen pak, die mag niet mee naar de bruiloft helaas. Omdat je mama niet dronken worden. Hè? Ze ligt lekker te slapen. Dus we lopen in Brugge. Een heel mooi stadje. Over en uit. Dat is de eerste internationale stad waar Olivia is geweest dan, toch? Nou, inderdaad ja. Ze vindt het echt heel leuk. Ja, ze huilt niet. Dus. Nee, precies. Nog niet. We gaan eventjes naar de Sarah Kids. We zitten in een restaurantje. En want het is tijd om haar te voeden. Want ze ligt helemaal in coma, maar we gaan haar wel wakker maken. Want anders hebben we er dadelijk tijdens de autorit last van. En we zitten dus in een restaurant, hadden we van buiten helemaal niet gezien. Maar ze hebben hier dus een robotje rondrijden die de... Ja, we zullen hem zo eventjes filmen. Maar die komt dus het eten brengen. Maar het is geen zelfbediening, want de ober zet het nog wel op tafel. Maar... dat is zo dat ze niet zwaar hoeft te tillen en zo. Dus ze zijn een van de eerste in België die dat hebben. Het is echt... Ze zijn misschien wel de eerste Nederlanders die worden bediend door een robot. Nee, want in Nederland heb je dat ook. Echt? Ik zag het laatst, ja. Ik heb nog nooit gezien. Op Instagram zag ik het voorbij komen. Ja. Wij niet gezien in real life. Sowieso zijn we de eerste uit Maurik. Ja, sowieso de eerste uit Maurik. En misschien ook wel uit de beter. Ja, waarschijnlijk ik wel. Ik denk niet dat mensen de beter wel een robot of een ding hebben. Dat denk ik ook niet. Nou ja. Klaar met de gelul, ik ga mijn dochter voeden. Je maakt dat van mee. Oké, dan. Dat is een voeding. Ik ga even filmen dat ze jouw shirt vies maakte. Ja, ze zien een beetje een snotplekje. Ja, dat komt wel door de neus of zo, hè?
Net als prima, Thomas. Ik hoop dat het zo voorbij is. Ja, Olivia wordt gelukkig niet nat, maar wij wel. Ja, dat is enorm. En het is gewoon irritant als alles nat is. Wil je nog wat zeggen over het eten? Ja, dit zijn dus de speciale ballen van dit... Van Odette. Van Odette. De ballen van Odette. Odette. Lekker. Het ziet er heel lekker uit. En als je thuis komt, is het wassen, 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 wassen.